Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 212 ...van de Goed Met Geld podcast. Yo, het is Bas hier van de Goed Met Geld podcast. Arjan en ik zijn net klaar met het opnemen... ...van een aflevering die voor Arjan heel persoonlijk was. Hij gaat namelijk een huis kopen... ...en hij neemt ons mee in de show over... ...nou ja, wat, wat er allemaal bij komt kijken, hoe hij dat doet. Uh, Arjan heeft al eerder een woning gekocht... ...een appartement uh, waar hij in woonde. Ik heb ook een post geleden een, een woning gekocht... ...maar dat is, nou ja, wat is het, inmiddels alweer zo'n twee jaar geleden. En Arjan is er net doorheen gegaan. Dus nou ja, als je alles wil weten over... ...hoe ga je zoeken, hoe ga je bieden? Heeft de inflatie nog zin? Um, Hoeveel geld verdient Arjan eigenlijk? Grapje, dat gaan we niet vertellen. Je trapt erin. Maar uh, wat doen de rentes? Uh, kun je misschien wel je rentes meenemen of niet? Allerlei zaken die je wil weten als je nu een huis gaat kopen in deze tijd, 2023, gaan we deze aflevering behandelen. Het is geen financieel advies dat we geven. We nemen je mee in de ervaringen die wij hebben gehad. Dat is wel even belangrijk om te weten. En wat ook belangrijk is om te weten, is onze Gentleman's Agreement. De vorige aflevering hebben we het er ook over gehad. En ja... Het luisteren naar deze podcast is niet gratis. De meeste podcasts die je kunt luisteren op het internet, die zijn gratis. Goed met Geld podcast is niet gratis. Je moet ons betalen voor deze podcast. Nou ja, de eerste die krijg je van ons. Vanaf de tweede moet je betalen. En je hoeft niet te betalen met euro's, daar doen we het niet voor. En je moet ons betalen met een abonnement op ons YouTube kanaal. Dus is dit de tweede of veel meer dan de tweede keer dat je luistert naar ons? Ga even naar YouTube, tik in Goed met Geld... Vind ons kanaal en abonneer je op dat kanaal. Dat is de Gentleman's Agreement. En nou ja, we kunnen het niet controleren. We kunnen niet over jouw schouder meekijken of je het echt doet. Daarom is het een Gentleman's Agreement of een Gentlewoman's Agreement. Maar doe het wel. Want deze podcast is niet gratis om te maken. We steken er heel veel tijd in. We steken er een klein beetje geld in. En ja, we verwachten van jou dat jij ons terugbetaalt met een abonnement op YouTube. Veel luisterplezier. Een hele morgen Bas. Goeiemorgen, Arjan. Ik, uh, ik heb leuk nieuws. Vandaar ook een hele goede morgen. Vertel, vertel, vertel. Nou, misschien uh, ziet de luisteraar het al een beetje aan de titel, maar uh, wij hebben een huis gekocht. Als in jij en je vriendin? Als in, uh, ja, wij, wij, ik en mijn vriendin uh, <laughs> hebben een, uh, een, een huis gekocht. Leuk, ja, leuk. ik, ja, ik waren best buurman. een tijdje aan het zoeken, hè? Ja, ja, maar, ja, ja we waren wel en... een tijdje aan het zoeken. We zaten niet echt op de schopstoel, maar het... Uh, we zijn, we zijn gewoon echt aan het zoeken geweest. Uh, we zijn, uh, nou dat, dat hebben we ook verteld. Hè? In de aflevering 185 zijn we al bij een hypotheekadviseur geweest. Om, uh, om gewoon eens te kijken: van, ja, wat, wat zouden we kunnen financieren? Voilà. Ja. Tot hoever gaat het budget? Ja, um, ja en verder, we, we waren gewoon toe aan een volgende stap. We zijn uh, niet zwanger, we hoeven niet dit huis uit, maar gewoon, we wilden wel door naar een, een volgende stap. Uh -huh. Ja, als je dan af en toe programma's ziet uh, uh, op TV. ...dan uh, ja, de, de, we moeten toch een beetje doorzoeken naar het volgende huis... ...want ze is weer zwanger. Nee, dat is zeker niet het <laughs> geval. Maar uh, ik, ja, ik had zelf een beetje gedacht van... Nou, ...als we met een jaar of twee verhuisd zijn... ...dan vind ik dat prima. De huizenmarkt is natuurlijk best wel oververhit. Of ja. geweest in ieder geval. En ja, uh, het, het is gewoon leuk. Het, je moet er ook een beetje de tijd voor nemen. Het is niet dat je morgen een ander huis hebt. Je droomhuis ja. moet tenslotte wel op funna komen... Dus, uh, maar ondertussen, we zijn nu een, een goed half jaar verder. En, uh, en het is gelukt, we hebben een huis. Lekker man, leuk. Ja, echt, uh, echt heel blij mee. En uh, ja, daar wil ik het dus vandaag over hebben. Nou, de titel heet al een huis kopen. Ja. En ja, ik denk dus dat het ook goed met geld zijn is om dit onderwerp eens is, uh, is uit te lichten. Van, hé, hey, wat zit er nou allemaal bij dit proces voor... Mensen die dit nog nooit hebben gedaan, voor mensen die dit misschien al een keer gedaan hebben, maar dat was tien jaar geleden. Ja, uh, uh, regels wijzigen. Uh, de, de markt wisselt nogal eens. Hè? We, een aantal jaar terug wat, kreeg je je huis aan de straatstenen niet kwijt. Tegenwoordig ja. moet je erom vechten. Ja. Dus uh, ik denk dat het goed is om gewoon het proces eens uh, door te gaan. En uh, dus eigenlijk onze ja, serie over een huis kopen of het verhuizen. Uh, ...wat completer te maken. Nou, ja, cool. Lijkt me leuk. Brand los, zou ik zeggen. Waar ben, waar, ben je, waar ben je begonnen? Want uh, nou, ik heb een, best wel een poosje geleden... inmiddels weer een huis gekocht. Maar ik uh, ben heel erg benieuwd... Hoe jullie, uh, ...hoe jullie gestart zijn. En of ja, nou, waar waar, waar wij hebben. echt gestart zijn... ...is dus bij de hypotheekadviseur. Um, okay. We hebben een appartement. Of ik heb een appartement. En ja, daar, daar zit gewoon overwaarde in. Hè? En overwaarde is dus... ...de hypotheek is lager dan het Bedrag wat we voor dit appartement gaan krijgen. Nou, ja. dan hou je uiteindelijk geld over. En uh, daarbij komt dan nog een, een hypotheek. Ja, en dat, dat is dus een, uh, een som die, uh, die uiteindelijk jouw budget gaat vormen. Ja. Dus daar zijn we begonnen, dat je in ieder geval weet van hey, ja, wat, uh, wat kan je, je leiden en wat kan je uitgeven. Uh -huh. En ja, eigenlijk is het dus heel simpel dat je vervolgens op funda gaat kijken van hey, wat, wat, wat is er te koop. En ook waar is het te koop? Want hè, wat, wat zijn jouw wensen? Uh, je kan zeggen van, hé, hey, ik, uh, ik heb nu een appartement. Ik wil gelijk vloers blijven wonen. Hè? Lekker toekomstgericht. Over uh, heel veel jaren. heel veel ja, toekomstgericht wat... <laughs> <wat> te, <laughs> dat... te zien, Ja, je, je weet het niet, je weet het niet. Nee, dat, uh, dat was bij ons niet het geval. Maar inderdaad, hè, wat, wat zijn je wensen? Wil je een tuin? Ja of nee? Ja. Wil je een grote tuin? Ja of nee? Um, nou, hè, zoals de luisteraars weten, ik woon in Delft. Wil je in Delft blijven wonen of wil je daar buiten gaan wonen, ergens totaal anders? Ja. Maar kan je tegelijkertijd Delft ook wel betalen? Hè? Weer budgettechnisch, dus dan is het fijn dat je, dat je al weet wat het budget is. Ja. Dus uh, nou, uiteindelijk zijn we dus uh, op terecht terechtgekomen en dan is het gewoon huizen kijken. En ja, ik denk de, de groot, de, het, het meest frustrerende is, er komt elke dag wel een huis online. <laughs> Dus elke dag moet je Funda afspeuren. Ja. Nou, daar had ik niet zo'n zin in, kan ik je vertellen. Dat snap ik. Ja, en dan, dan uh, daar gaan we het straks nog even over hebben. Dan kan je een aankoopmakelaar inschakelen. Maar Funda heeft gelukkig ook een stukje geautomatiseerd. Want uh, mm -hmm. als jij jouw zoekopdracht weet, dan uh, kan je die opslaan. En dan daar kan je jezelf op abonneren. Ah, nice. Oftewel, je ja. krijgt elke dag een mailtje met alle nieuwe huizen die voldoen aan jouw zoekopdracht. Mm -hmm. Nou, en dat, dat is dus eigenlijk het, het echte begin geweest van. Oké, okay, um, nou, wij wilden dus een woonhuis, geen appartement, maar een woonhuis met een tuin. Uh, hè, hoeveel vierkante meter wil je? is ook wel ja. belangrijk. En waar wil je het? En uh, tegenwoordig, en dat, dat is een beetje rondom dit moment, uh, vroeger kon je dus alleen maar zoeken per plaatsnaam. Mm -hmm. En dan was het, nou, dit is de plaats en, en daar stopt het een beetje. Tegenwoordig kan je plaatsnamen combineren, je kan woonwijken zelfs combineren in nou ja. die hele zoekopdracht. Dus hè, alle huizen in uh, Lutjebroek in het centrum, ik noem maar even mm -hmm. wat, daar kan je heel specifiek op zoeken. En dan zeg je, nou, ik wil een woonhuis met uh, 12 slaapkamers voor maximaal 3 ton. Mm -hmm. uh, Zo'n zoekopdracht kan je creë creëren. En elke keer als er dan een nieuw huis online komt. Uh, wat aan deze voorwaarden voldoet, mm -hmm. nou, dan uh, krijg je keurig een mailtje. Nou, ah, chill. Dat, dat was eigenlijk het echte begin. Maar jij, jij gaf aan van: ja, ik, uh, ik heb al een tijdje geleden een huis gekocht. Hoe was voor jou dat proces? Want hè, dit is voor mij op dit moment. Ja. Uh, maar het is misschien ook goed om even in het verleden te stappen. Ja, uh, want ja. de, de markt verandert nogal eens. Zeker. Uh, We hebben uiteindelijk in uh, nou, zeg maar december 2020, januari 2021 het huis gekocht. Of in ieder geval uh, hebben we het huis waar we nu wonen. Uh, hebben we hebben toen de koopovereenkomst voor getekend en een hele proces in gang gezet. En we zijn uh, ergens uh, in de zomer van 2021 verhuisd. Dus dat is, uh, dat is een beetje de, de, de timing. En ook als je kijkt naar de tijdlijn als we het gaan hebben over hoe was de markt toen en hoe, uh, hoe zat het met de hypotheek en de rente en dat soort zaken. Dan, ja. dan moet je het een beetje in dat perspectief plaatsen. Dus van een, uh, nou, van een twee jaar geleden, of iets meer dan twee jaar geleden dat we hiermee bezig waren. En, en uh, bijna twee jaar geleden dat we verhuisd zijn. Um, ja, wij, wij zijn daar al best wel, een, uh, best wel een tijdje daarvoor zijn we ermee begonnen. En mijn vriendin eigenlijk niet eens zozeer. Dat kwam vooral bij mij vandaan dat ik het zoiets van, nou ik wil eigenlijk wel, uh, wel gaan verhuizen. Mm -hmm. En um, ja, ik wilde vooral wat meer buitenruimte hebben. Nou, je hoort het al in de timing, uh, 2000, uh, eind 2020. Begin 2020 uh, was natuurlijk het begin van onze coronacrisis. Ja. Um, ik, ik, heb, ik zeg heb, ik heb hem nog steeds, maar ik heb best wel een mooi appartement. Um, uh, ruim genoeg. Uh, we woonden daar met z'n tweeën. Uh, uh, absoluut geen probleem. Ik voelde me er nooit opgesloten in. Maar toen, uh, nou, toen COVID ons bezocht, uh, voelde ik me opeens wel opgesloten in. We gingen nog wel naar buiten om te wandelen en zo. En het werd mooi weer in het voorjaar. En toen dacht ik, ik zou wel wat buitenruimte willen hebben. Uh, die, die zit niet, ik, mijn appartement heeft geen buitenruimte. Er zit geen balkon of wat dan ook bij. wel een enorme schuifbuis, waardoor doord het voelt alsof je buiten zit. Ah, dat is toch anders dan dat je in de tuin uh, of op een dakterras kan gaan zitten? Ja, zeker. Uh, en dan. Nou ja, goed. Dan heb je grote mensenmoney die je verdient. En dan uh, ga je toch eens een beetje op funden zitten speuren. Sowieso vind ik het leuk om naar huizen te kijken. Dus dat deed ik al vaker. Maar dan ga je steeds wat serieuzer naar, uh, naar huizen zitten kijken. En ja, uh, op een gegeven moment ga je eens een keer kijken. Uh, echt een bezichtiging doen kijken, hè. dus niet alleen maar online kijken. Uh, en toen zei mijn vriend ja wat, uh, gaan, gaan we verhuizen dan? Of, uh, nou, wat flik je me nou? Dan moeten we het misschien eens een keer over hebben. Ik ga er nou ook wel even kijken. Ja. Ja, nou, er was niks of te duur of uh, te klein. Uh, nou, zeker in, in de stad waar we toen woonden, was het echt niet, uh, niet meer te betalen. Ik had hem al zo best wel een tijd geleden dat appartement heb gekocht. Toen ging dat nog, maar uh, in 2020 was het echt niet te betalen en, en nu nog steeds niet. Dus ja, zo is dat proces gaan, eigenlijk heel informeel. Hè? We zijn niet eerst naar de hypotheekadviseur gegaan om te kijken wat het budget was. Ik ben gewoon een beetje gaan speuren op Funda. Ik vind het leuk om naar een pandje te kijken. Dus dat ben ik gaan doen. En dan ga je ze een bezichtingetje ja. doen, uh, werk een dagje thuis. Tenminste, ik zat sowieso thuis te werken, natuurlijk, met corona. Dus uh, dan, werk je, dan werk je thuis in de fiets even heen en weer naar een huisje om te kijken en de fiets weer terug. En, uh, dus we zijn heel um, ja, low-key eigenlijk begonnen. Totdat we op een okay. gegeven moment dit huis, dit huis vonden, een, een dorp uh, 20, 25 minuten verderop. Vergeleken ver met uh, de stad waar we woonden. En um, ja, het was niet per se mijn eerste keus om, om voor dat dorp te kiezen. Maar nou, als je dan kijkt naar de combinatie van uh, in het groen wonen, de ruimte die je koopt uh, voor de prijs. Dan nou, was het echt wel een, uh, een goede deal. En, um, en het went wel, moet ik zeggen. Ik mis de stad af en toe wel. Maar we zijn, ik kom er nog best wel vaak. Het is, uh, we zijn er zo, het is maar 20, 25 minuten. Uh, trein of auto is allemaal, het is goed bereikbaar. Ja. En, en je woont dan heel rustig met lekker wat buitenruimte en soort. Dus, dus bij ons is het proces een beetje andersom omgegaan. Het oh, kriebelde ja. een beetje. Toen zijn we gaan kijken. Of heel, uh, heel informeel, low-key zijn we eens gaan kijken. Toen liep je hier tegenaan, en dus toen dacht ik van ah, dit moeten we wel kunnen betalen. We zaten echt uh, absoluut niet aan de top van wat we wat we konden lenen en zo. Dus, dus en Daarna zijn we pas naar de hypotheekadviseur gegaan. Van joh, we hebben een huis gekocht en uh, we moeten even financiering <laughs> ervoor regelen. Ja, maar we, we wisten van wel tevoren dat, nodig. Ja. ja, we wisten van tevoren dat het wel ging lukken, omdat nou goed, de prijsstelling zodanig was dat we, uh, we hoefden niet uh, linksom te schrapen om, uh, om de laatste centen bij elkaar te halen. Nee. Ja, en online zijn er sowieso ook gewoon toeltjes bij elke bank en, en financier uh, waarin je gewoon even in kan vullen: hé, hey, ik verdien dit. Op basis daarvan, hoeveel zou ik dan kunnen lenen? Dat geeft echt al uh, een, ja. een richting in ieder geval van: hé, hey, uh, zit je er compleet naast of zou het wel uh, ruim moeten lukken? Ja, ja dat was bij dat ons dan wel een. Uh, um, dat was wel wat lastig hier en daar. Omdat we. Um, ja, waar, waar je mee zit is dat uh, één, ik ben ondernemer. Um, het appartement dat wilde ik aanhouden, dus dat moet meegefinancierd ja. worden. Uh, dus die, die situatie was iets complexer dan uh, even een formuliertje invullen online, want er zijn er heel veel. Hey, je kunt gewoon je salaris invullen en dan geef ze aan: uh, dit is ongeveer het. Ja, de, voor uh, mij als, als persoon in loondienst is dat prima te doen. Ja, maar ook in jouw geval: jij, jij komt ook al vanuit een koopwoning, dus je zit in ja. -aftrek in een stukje tekenrente aftrekken in een korter uh, rentedeel, zeg maar. Dus, dus daar, daar houden die tools zelf bijvoorbeeld geen rekening mee. Nee. Um, maar je kunt een indicatie. Ja. ja, het geeft je wel een idee van, hé, hey, dit huis kost drie ton. En hé, hey, ik kan vijf ton lenen. Ja. Uh, of precies andersom. Hè? Dan weet je gewoon dat het niet reëel is. Uh, of je moet gigantische overwaarde hebben. Nou, dat soort gekkigheid. Maar hè, het, het, het voordeel van een, een financieel adviseur daarin, of weten wat je budget is, dat, dat kan enorm helpen. Maar het is niet verplicht. Dat nee, nee, Rods zeker niet. niet. Uh, ja, en ik, zou er, ik zou het ook absoluut aanraden om gewoon eens voor jezelf zo'n doeltje in te vullen. Hè. Zoek eens uh, hypotheek berekenen online en dan vind je talloze ja. tools online. Uh, vul het dus in om een, om een idee te, te krijgen waar je wel rekening mee moet houden. Dus als je al uit een koopwoning komt, je gaat duurder wonen, um, dan moet je zeg maar, de, de hypotheekrente aftrek, de, de tijd die je die aftrek al hebt gehad, die moet je in mindering brengen op een, een leningdeel van de waarde van de hypotheek die je nu nog hebt en dus die je mee gaat nemen. Um, dus daar zitten wat haken en ogen aan. Dus daar, daar kan je, uh, het kan dus zijn dat die maximale hypotheek die eruit komt, dat die lager gaat worden. Maar goed, uh, daarna ga je met een adviseur praten of je gaat misschien self-service execution only wat doen. Uh, en dan, dan ga je eruit komen wat uiteindelijk daadwerkelijk je, um, je, je, je budget is. Ja, oké. Okay. Nou, en ik wilde toch ook nog even delen uh, over het, het kopen van dit appartement. Want dat was een hele andere tijd. Dat was namelijk de tijd dat dit, dit appartement heeft een half jaar te koop gestaan. Nou, dat kan je je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar dat, dat was voor toen heel normaal. En dat was uh, 2017. Nee, oh, ja. ik ben hier 2017 komen wonen. Dus 2016 heb ik het gekocht. Getekend en, en, en al dat soort dingen. Toen heeft het een half jaar te koop uh -huh. gestaan. En uh, uh, toen, en dat, die begint er weer te komen, was er de, de NVM open huizenroute. Oké. Okay. En ik ben, en dat, dat is dus eigenlijk, ja, dat, dat begint nu weer een klein beetje te komen, maar ja, als huizen langer te koop staan, dan, uh, dan zegt de NVM, dat is de, de makelaarsorganisatie waar heel veel makelaars bij aangesloten zijn, die zeggen ja. dan van, nou, we hebben een open huizenroute, en dan kunnen de verkopende partijen kunnen gewoon zeggen, nou, kom gewoon die dag maar binnen, het is je hoeft geen afspraak te maken, je kan gewoon binnenlopen. Nice. En daar heb ik dus dit huis gespot, nou, toen heb ik dus inderdaad en dat was toen der tijd, toen kon ik gewoon acht appartementen bekijken op één dag. <gif> en ook ja. inderdaad gewoon door heel Delft heen heb ik een route uitgestippeld. Van nou, ik wil die acht ja. appartementen zien. Ja, en dat is wel een hele relaxe zaterdag op die manier. Want dan kan je acht huizen kijken zonder hmm. dat je meteen uh, makelaars uh, eroverheen praten of weet ik het wat. Nee, nou, je kan gewoon ook even rustig kijken. Je maakt er een leuke dag van. Ergens een koffie tussendoor. Ja, ja dat. Dus. He, en dat, dat begint weer een beetje te komen, of er is opeens open huis. He, dat zie je wel oh. al wat vaker, als een huis wat langer ja. te koop staat. Dat er open huis is. En dan kun je gewoon binnendruppelen en even een rondje lopen en weer weggaan. Het is allemaal vrijblijvend. Dus uh, die wilde ik eigenlijk ook nog even noemen. Van, het, het is dus echt heel afhankelijk van hoe is de markt op dat moment. He, op het moment dat je gaat kopen, stel dat je dit over twee jaar luistert. Ik heb geen oh. idee hoe de markt dan is. Maar er zijn een aantal smaakjes daarin. Nou, en uh, hoe, hoeveel huizen heb jij bekeken voordat je dit huis kocht? Oeh, moet um, <coughs> je even denken hoor. Ik denk een stuk of vijf of zes of zo. Even denken hoor. Eerst eentje in de stad, toen nog een keer eentje. Toen hard weggerend daar, omdat het ongeveer te duur was. <laughs> uh, ja, toen in een paar dorpen eromheen hebben we er denk ik eentje bekeken. Ja, nou, we hebben eentje bekeken die, die vonden weer erg tegenvallen. Eentje zouden we nog een kijken die werd afgebeld dat hij al verkocht was. Uh, en toen zijn we bij deze uitgekomen. En daar, we hebben hier gewoon twee keer gekeken. En dat was in die tijd eigenlijk wel, wel ongehoord. Tenminste, ik, ik okay. vond het vanuit de ja. stad echt uh, bijzonder. Uh, het, was, het was bij ons in de stad zo van, nou je mag tien, twintig minuten kijken. En dan moet je eigenlijk wel je beslissing hebben genomen. En ja. op een briefje schrijven hoeveel je gaat overbieden. En als, dat, uh, als, dat, als, het, bedrag, als het bedrag net niet meer op brief past, dan is het hoog genoeg zeg maar. Dat, uh, ja, dat, dat was niet hoeveel ga je toe. bieden, het was hoeveel ga je overbieden? Gewoon <laughs> ja. Precies. Um, nou, dat. Uh, ja. Dus dat we hier nog een keer terug mochten komen, dat vond ik wel, uh, wel bijzonder. Nou ja, goed, dat geeft aan, denk ik, toch dat de markt in, in, in de dorpen anders is dan in de steden. En um, wij kochten een beetje rond de kersttijd. ja dat is gewoon een domme tijd om juist te verkopen. Ik denk gewoon dat de verkopers ja. hier. daar geen goede keuze in hebben gemaakt. Er zijn gewoon te weinig kijkers. En uh, dat maakt dat de concurrentie uh, te laag was. En dat was voor ons heel gunstig, natuurlijk. Maar. Um, ja, dat, ja. Dat, ik zou dat niet zo gauw doen, mijn huizen rond de kerst verkopen. Ik mijn, nog uh, een paar mijn hypotheekadviseur weken. zei ook inderdaad van... Ja, de, de drukste periode is in het voorjaar en in het najaar. Want in de zomer ja. is iedereen op vakantie... en in de winter heeft iedereen kerst. <laughs> ja, precies. En dat zijn gewoon periodes, dan, dan staat het, het kopen van een huis... Dat, ja, daar heb je gewoon geen brain space voor. Je hoofd is op dat moment vol genoeg met andere dingen... Dus een huis staat op een lager pitje. Dus er is echt een, een trend in die markt. Ja. Nou, wij hebben uiteindelijk... hebben we alle huizen één keer bekeken. Uh, wij hebben, ik geloof... Een, een huis of vijf, zes inderdaad bekeken. Oh ja. En dan is het inderdaad... ja, je, je loopt een rondje... van 20, 25 minuten... door het huis... en dan moet je eigenlijk al weten... wordt het het ja of nee. Dat maar... Is het ja, het is, het is... aan de ene kant is het bizar... maar aan de andere kant... een huis dat... ja, het is niet een broek die je past... Het is niet van nee. oh, als het, als het een miskoop is, het, is het jammer. Uh, je wil graag een goede koop doen. Maar je koopt hem ook meteen voor 20 jaar. Dus ik, ik, ja. ik zat er ook een beetje in van ja. Ja, natuurlijk. Je moet dus in een, een half uur bepalen: ik ga ik hier de komende 20 jaar wonen? Ja. Uh, dat, dat is het een beetje. Maar aan de andere kant, een keuken: ja, je mag blij zijn als hij 20 jaar meegaat. Uh, je CV en alles. Ja, dat gaat ook geen twintig jaar meer mee tegenwoordig. Hè? De kwaliteit wordt steeds minder. Ja. Um, het behangetje, daar hoef je niet naar te kijken. Je gaat toch wel opnieuw behangen. Nou, al dat soort dingen. Het, het is dus vooral, is de indeling van het huis oké? Okay? Mm -hmm. Want hè, heb, je, heb je genoeg kamers? Gewoon heel praktisch. Heb je genoeg kamers? Ja, de, de, ja je, is, je kijkt naar ruimte, inderdaad. Ja. Is de indeling van het huis goed? He? Heb je ja. een gesloten keuken of zit de keuken bij de woonkamer? He? Al ja. dat soort dingen. Um, ...zie je hele gekke dingen. Grote scheuren, verzakkingen, uh, eh, uh, lekkages. Nou, dat, ja. dat is heel belangrijk. Maar wat misschien wat allerbelangrijkste is... ...en dat hoef je dus niet in dat half uur te doen... ...is waar staat het huis en is dat inderdaad op een plek waar ik wonen wil? Ja. Want ja, heel simpel, um, als jij uh, in een bepaalde wijk wil wonen... ...dan maakt het huis niet zo heel veel uit... Nou, uh, dat natuurlijk, ben ik niet het, helemaal met je eens. Het, het, het huis moet goed zijn, daar niet van. Ja. Maar als het, als het goede huis in de verkeerde wijk staat, voor jou, dan ga je het toch niet kopen. Ook al is het huis perfect, eigenlijk is want het, het huis kan je redelijk inrichten naar de smaak die jij hebben wil. Een keuken kan je vervangen naar de smaak die je hebben wil. Een badkamer kan je ah, vervangen zeker. naar de smaak die je ja. hebben wil. Ja, dat is, dat de, de woonwijk kan je niet veranderen naar de smaak die hebben. Ja, je kan je best doen met hè, we, ja. we gaan samen groen doen, we gaan afval rapen en uh, laten we toch het speelplekje maar opknappen. Maar als dat ja, maar allemaal Dat is sowieso een goede tip. Ja. Nou, dus, dus je uh, kijk, kijk een beetje door een huis heen. Als het tegeltje in de badkamer je dat niet mooi vindt, ja, oké, okay, het is heel duur om een nieuwe badkamer te, uh, te, te plaatsen. Dat, dat, is, dat is wel zo. Maar het is allemaal vervangbaar. En het is niet zo dat het huis niet goed is, omdat de tegel in de badkamer niet mooi is, of omdat het vondje in de keukenlade niet mooi is. Zeg maar dus dat, dat zijn allemaal zaken waar je wel dus ik zeg altijd dan moet je doorheen kijken en dan hoorde ja. van van mijn vriendin hoorde ik dat ook als we dan bij een huis aan kijken waren van oh wat een lelijke kleur op deze muur ja nou in <laughs> je zoust niet hem ver, toch weet je, je, je gaat ja precies ja. dan ga je dat kan je zelf, je zelf doen weet je dus, de, 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 Kijk, hier, hier in Delft langs de gracht staat dus een huis uh, dat is origineel gebouwd in Amsterdam en dat heeft de eigenaar in weet ik het 16 1700 laten verplaatsen naar Delft dat zie ik niet <diek> meer gebeuren tegenwoordig je gaat je huis niet een meter verplaatsen, <laughs> laat staan een hele stad verplaatsen. <laughs> uh, dus kijk daar dan, ook he? heel erg naar. En daar heb je veel langer dan een half uur voor nodig, maar ook ja. uh, dat, dat heb je ook gewoon. Loop eens een rondje door die wijk. Loop eens uh, naar het huis toe en, en voel eens van, hey, uh, hoe is de sfeer overdag in zo'n woonwijk of uh, s avonds? Hè, al nou. dat soort dingen. Ik denk dat dat een soort van ondergewaardeerd is in het, het, tijdens het bezichtigen van een huis. Ja, ik heb dat uh, bij het appartement uh, dat ik destijds kocht ook gedaan. Ik ben inderdaad nog een, een paar keer die wijk ingegaan. Een keer, uh, een keer door de week, een keer s'avonds, inderdaad. Gewoon om eens een beetje gevoel te krijgen bij wat gebeurt er gebeurt daar nou. Ja, maar ik ja, denk dat dat, ik, is ik denk dat, dat belangrijker is dan dat mensen denken. Ja, dat denk ik ook. Het huis kan helemaal perfect zijn, maar als je jezelf niet uh, veilig voelt op straat of als het, niet, uh, weet niet, als het gewoon niet past, ja, dat is, dat is heel irritant. Ja, of als alles kapot is of uh, al dat soort dingen. Nou, uh, ja, Dus ja. Um, bij het bezichtigen van huizen, nou, ik kijk dus verder dan alleen het huis zelf. Ja. ja, goede tip. En ja, dan komt het spannende deel. Uh, dan je moet je diepen. gaan bepalen van ga je een bot doen of niet? Ja, wat wil je ervoor betalen? Wat, wat uh, wil je ervoor neerleggen? Um, heb jij op meerdere huizen geboden of was dit het eerste huis waar je een bot op hebt gedaan en in één keer raak? Uh, dit was het eerste waar we op hebben geboden, ja. Zo. So. Ja, maar moet ik wel zeggen, uh, we hadden erop geboden en toen is die in eerste instantie uh, niet aan ons verkocht, maar aan iemand anders, die ook had geboden en die sterk nog, die hetzelfde bedrag had geboden, maar uh, zonder ontbindende voorwaarden of met minder, minder tijd voor de ontbindende voorwaarden, weet ik niet meer precies. Mm -hmm. Uh, ja, ik, had zoiets, ik heb als ondernemer toch even de tijd nodig om het te regelen. Het gaat allemaal wel goed komen, want we zaten echt maar op de helft van onze leenkapaciteit of zo. Dus ja. je die bank je gaat het even goedkeuren. Alleen, we hebben gewoon even de tijd nodig om het te regelen. Ja, zo'n bank heeft heel veel documentatie nodig als je, als je een bedrijf hebt. Um, achteraf gezien was het in drie weken geregeld, ging het super snel. Maar ja, het, je hoort ook wel eens de vader dat het gewoon 8, 9, 10 weken kan duren. Dus we hadden, hadden iets van acht weken ontbindende voorwaarden voor, de, voor het regelen van de financiering uh, opgenomen. ...ja, Exact hetzelfde bedrag. Iemand anders die biedt zonder ontbindende voorwaarden. Ja, natuurlijk verkoop je hem dan aan diegene die, die dat niet heeft. Dat, dat had ja. ik ook gedaan. Uh, no hard feelings there. Maar um, dus wij werden gebeld door de makelaar van nou bedankt voor het bot. Ik dacht van nou strikt omheen, dat gaat dan wel zijn. Vervolgens um, uh, was er op dezelfde dag iemand anders binnengekomen met hetzelfde bot zonder die ontbindende voorwaarden. Dus belde die makelaar ons weer van: ...joh, uh, jullie krijgen hem toch niet. Oké, okay, logisch, snap ik. zei uh, hij was nog niet aan ons uh, definitief we hadden gewoon dat bot gedaan. En, Um, daar hadden we verder nog geen reactie op gehad. Alleen toen ja. kwam dezelfde dag nog de reactie van: hé, hey, iemand anders heeft ook dat bod gedaan en het, gaat, het huis gaat, het gaat naar die persoon. Oké, okay, prima. Dus we waren weer aan het verder kijken. We hadden ook weer een afspraak bij een ander huismarkt om te gaan kijken. En um, uh, een paar dagen later werd ik weer door die makelaar gebeld. Dus ik zeg tegen die makelaar: wat, uh, wat, wat is dit nou? Uh, je zegt eerst uh, uh, dat je het huis niet meer gaat verkopen. Wat, uh, waarom zit je mij nou weer te bellen, man? Ja, ja, ja is toch een raar verhaal. Maar uh, die andere kopers die hebben zich uh, teruggetrokken. dus... Ja, uh, willen jullie het nog hebben? Oké. Okay. Uh, ik zei, uh, uh, ja, weet ik niet. Moet ik, uh, moet ik even overleggen? Ja. Daar ga ik geen ja of nee op zeggen nu. Dat, uh, dat, uh, ik, bel, ik bel je terug. Dus uh, we hebben dat even overlegd. En uh, ja, natuurlijk wil je hem hebben. Want als je hem niet wil hebben, waarom had je dan in eerste instantie een paar dagen geleden geboden? Ik bedoel, als je. Uh, ja, als je, je gaat bieden, dan. dat doe je omdat je hem wil hebben, natuurlijk. Ja. Dus. Um, dus. Nee, we zeggen, ja, dat is goed. Maar de, de voorwaarden blijven staan. Wij gaan niet mee in die andere voorwaarden van. Uh, uh, zonder ontbindende voorwaarden. Maar dat, dat kan niet. Ons oorspronkelijke bol blijft staan. Dus zo is dat bij ons, uh, bij ons gegaan. En dat gebeurde okay. allemaal een beetje tussen kerst. Allemaal tussen kerst en autonieuw. En nieuw Dus dat was qua timing ook wel. Uh, <laughs> het was lachen. Ja. Uh, en toen hebben we gauw die andere makelaar gebeld van. Uh, ja We gaan die bezichtiging toch niet doen. Hoezo niet? ja We hebben net een huis gekocht. Oh, okay. Dus ja. uh, we hebben toen die nieuwe bezichtiging gecanceld. En, uh, nou, dat, was wel, uh, dat was wel grappig. Dat was een, bijzonder, een bijzondere tijd. En vrienden ja. van ons waren dezelfde tijd aan het kopen. En die hadden, helemaal, uh, die hadden echt heel veel moeite mee. Die hebben elke keer geboden, tien keer geboden, vijftien keer of zo. Voordat ze uiteindelijk uh, nou ja, hoog genoeg hadden uh, overboden om, uh, om wel de winnaar te zijn. Oh jeetje. Uh, en bij, bij ons ging het in één keer goed. Maar dat, dat scheelde denk ik ook enerzijds uh, de markt. Hè, dat je toch in zo'n dorp gaat kijken waar wat minder, nou, de, de, de concurrentie wat minder is. Ja. ja en tussen kerst en oud en nieuw, kom op man. Uh, dat, dat, dat was te makkelijk eigenlijk. Ja. Uh. Oké. Okay. Nou, we hebben uiteindelijk vier biedingen gedaan. Vier verschillende huizen. En we hebben ook wel eens een soort van proefbieding gedaan. Gewoon onder de vraagprijs, oh. en we wisten dat gaan we waarschijnlijk hem niet krijgen. Oh, joh. Uh, hebben we uiteindelijk ook niet gekregen, maar ook gewoon om eens te voelen: hey, wat doet het met je? Uh, okay. We waren ook pas net begonnen, het was een heel leuk huis. Uh, dus hè, de, als we het wel hadden gekregen, waren we er ook heel blij mee geweest. Ja. Maar inderdaad, gewoon uh, hebben, begin voorzichtig. Ga niet meteen 80.000 euro overbieden, dat je het zeker hebt. <laughs> Uh, nee, het is ook oké okay als het een keertje niet in één keer lukt. Ja. En dat, dat doe je dus ook met huizen kijken. En, uh, nou, we, we hebben ja, op, op verschillende typen woningen ook. We hebben een, een woning van 100 jaar oud, wat echt nog gerenoveerd moest worden, zo ongeveer. Uh, hebben we een bod gedaan. Ja. En we hebben een bod gedaan op huizen die al helemaal klaar waren, waar je zo in kon. Uh -huh. En ja, dan, dan is het dus wel ook. Uh, Hey, jij zegt van, nou, dat, dit hebben we toen geboden, want met, met die voorwaarden, nou, wat, wat hoort er nou bij zo'n bot? Dus inderdaad, wat ga je ervoor bieden? Er is een vraagprijs, maar uh, de vraagprijs bieden is geen garantie dat je het krijgt. Uh, nee. het, 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 je kan ook onder de vraagprijs bieden. Als je zegt van, nou, het is heel leuk dat ze 400.000 euro voor een woning vragen, maar ja. ik kan maar tot 380.000 financieren, dan kun je ook een bot doen van 380.000 euro. De kans dat je het krijgt is kleiner. Want ja. hè, als er iemand anders gewoon de vraagprijs biedt, ja, dat is toch even 20.000 euro. Uh, grote kans dat dat dan naar die persoon gaat. Maar goed, ja. het is een bot wat je doet. En daarover kan je gaan onderhandelen. Dus uh, we, ja, we hebben verschillende biedingen gedaan. Um, en daarbij zijn we niet te emotioneel gaan kijken. Want dat is het lastige bij een huis kopen. Uh, er zit emotie bij. Want je wil daar toch wel heel graag wonen. Eh, laten yep. we eerlijk zijn. Je, je gaat niet voor niks kijken. Je wil niet voor niks verhuizen. Word je verliefd op een huis ja of nee? En ja, bijvoorbeeld, dat huis dat nog gerenoveerd moest worden, dat, dat was inderdaad goedkoop in de markt gezet. Mm -hmm. En toen hebben we echt gerekend: oké, okay, nou er moet voor uh, zoveel moet er verspijkerd worden. En dat was echt een, een hoog bedrag. Moest nieuwe keuken mm -hmm. in, moest nieuwe badkamer in. Maar er moest ook nog geïsoleerd worden. Er zat nog uh, hè, origineel enkel glas, glas in lood uh, in. Oh nou, ja. Een gewoon raam vervangen naar uh, HR-glas of uh, nog meer. Dat is al waar kostbaar. Mm. Maar als je dan ook nog je glas in lood eigenlijk wil behouden, hè, want om de echt de, de karakteristiek van zo'n huis te bewaren, weer je glas in lood uh, conserveren. Ja. dat is nog veel duurder. Dus toen hebben we ook gewoon gezegd: Oké, okay, dit is het budget. Daar hebben we afgehaald wat we eraan verspijkerd moesten, en dat was ons bot. Nice. En. We hebben het uiteindelijk niet gekregen. Dat vinden we uh, deels jammer, deels prima, want we hebben nu een heel ander leuk huis. Dus hè, het is gewoon oké. Okay. Maar op die manier kijk, keken we er best wel zakelijk naar. Van hé, hey, dit ja. kunnen we betalen. Uh, hoe graag we het ook willen, we, we, dan moeten we krom gaan liggen. En dat wilden we ook niet. Hmm. En dat is dus heel erg van oké, okay, hoe, hoe krom wil je gaan liggen? Dus probeer er op die manier ook zakelijk naar te kijken, naar een bot wat je doet. Nou, een, uh, een bot, ik weet niet, heb jij de makelaar gebeld of een mailtje gestuurd met een bieding? Of, ja, gebeld. Uh, Oké. Okay. Ja, mondeling. Oké, okay, nou dat, dat is dus een van de mogelijkheden. Je kan uh, een bot mondeling doen via de telefoon. Uh, je kan een mailtje sturen, hé, hey, ik wil dat en dat bieden op dat en dat huis. Mm -hmm. uh, en tegenwoordig heel veel NVM-makelaars, of eigenlijk alle NVM-makelaars, die hebben Move. Uh, Move.nl, dat is een, een soort platform waarop je dus uh, toegang krijgt tot uh, het huis, uh, of tenminste nou ja. de documenten van het huis. Dus uh, de makelaar die voegt jouw uh, jou account dan toe aan dat huis, of het huis aan jouw account. En dan krijg je dus alle papieren, dus uh, de, de vragenlijsten die je een verkoper in moet vullen, uh, ja. de, de energielabel, nou al dat soort documenten, uh, nog een brochure erbij. En via dat platform kan je ook een bot doen. Okay. Dus uh, eigenlijk gewoon digitaal. Je kan een bod doen, welke ontbindende voorwaarden. En dus um, een, een, een verhaaltje, een persoonlijk verhaaltje erbij. Dat, uh, dat is allemaal mogelijk. En die ontbindende voorwaarden, daar, dat is misschien nog wel even belangrijk om te benoemen. Uh, er zijn er drie die relatief standaard zijn. Je kan natuurlijk uh, voorwaarden bedenken tot je er een ons bij weegt. Ja. Um, jij noemde al, Bas, uh, on de, de ontbindende voorwaarden dat je financiering rondkreeg. Ja, die hebben wij uh, gedaan. En we hebben gezegd van nou, we hebben acht weken de tijd daarvoor nodig. Dus dat betekent dat als we binnen acht weken um, een bericht van de bank zouden krijgen met hé, hey, het gaat niet lukken, dan is dat een reden om het contract uh, te verbreken. En ja. um, dat wil je doen omdat je uh, normaal met een bedenktijd van drie dagen zit en daarna zet je er vast. Vaak spreek je een boeteclausule af uh, dat als jij, uh, als, nee, niet jij alleen als koper, maar als een van beide partijen uh, contractbreuk pleegt. Hè, dus, uh, uh, zegt nou, ik ga toch niet aan jou verkopen of ik ga toch niet van jou kopen. Uh, dat je dan 10% van de overeengekomen koopsom als boete aan de ander moet betalen. Um, nou, dat is uh, 10% is niet veel, maar uh, op de prijs van een woning is dat natuurlijk wel een hoop geld. Dat wil je helemaal gaan zitten voorkomen. En uh, er zijn gewoon redenen dat je toch dat contract wil kunnen verbreken. En dat heeft uh, uh, onder andere met de financiering te maken. Als het van helemaal onmogelijk is om een financiering te krijgen, dan kun je het niet kopen. En dan, dan moet je iets. Nou, dus uh, je hebt acht weken afgesproken. Ik geloof gangbaar is zes tot acht weken inderdaad. Ja. Dus, uh, en vaak is het één en soms wel twee uh, hypotheekverstrekkers... die dan aangeven van, hé, hey, je krijgt het niet. Dit gaat niet lukken. Punt. Ja. Um, dus, hè, en, en dan kan je dus een deel van het bedrag... of zelfs het volledige bedrag aangeven. Dus hè, bij dit appartement heb ik gewoon gezegd... ik moet het volledig kunnen financieren. Ja. Uh, van dat nieuwe huis nemen we overwaarde mee... Dus de financieringsvoorwaarde is uh, koopsom min overwaarde. Mm -hmm. uh, want dat bedrag moeten we kunnen financieren. Want anders hebben we, dan lukt het gewoon niet. Nou, een, uh, een andere ontbindende voorwaarde die standaard ook bij MOVE erin zit. is uh, dat je een, een bouw, bouwtechnische keuring laat doen. Nou, een bouwtechnische ja, dat keuring we ja, dat is ja. uh, zeker bij wat oudere huizen wel aan te raden. Want dan wordt er dus inderdaad gekeken van hey, hoe zit het met het dak? Hoe zit het met de fundering? De muren, verzakkingen, waterschade, al dat soort gekkigheid. Mm -hmm. Dus er wordt echt naar de technische staat van het huis gekeken. En daarbij geef je aan van, hey, als het de herstelwerkzaamheden meer zijn dan bedrag X, dan wil ik er onderuit kunnen komen. Dus, uh, uh, voor hetzelfde geld staat er van, uh, nou, uh, daar is uh, wat lekkage. Uh, dat kost je 5000 euro om te fixen. Ik noem maar even wat. Als je dan hebt gezegd, hey, ik, alles boven de 10.000 euro, dan wil ik onderuitkomen, komen, dan kan je hier dus niet ermee onderuit. Het is wel fijn om te weten dat daar lekkage is en dat je dus 5.000 euro moet verspijkeren. Uh, maar als de fundering dus niet goed is, en dat gaat uh, 80.000 euro kosten, ja, dan kan je er dus onderuit. Of je moet zeggen, hey, die 80.000 euro, dat uh, heb ik er voor over, ga ik er alsnog gaan vertimmeren. Maar dat is dus eentje die, uh, die je ook nog erg veel voor ziet komen, zeker bij oudere woningen. En nog een derde, en die is niet vaak uh, opgenomen, maar dat is de voorwaarde dat het oude huis verkocht wordt. Nou oh, ja. Dus hé, ik uh, wil dit best gaan kopen, maar als het oude huis niet verkocht wordt, wil ik eronderuit kunnen. Uh, zeker als je overwaarde in gaat zetten, ja, dan, uh, dan is dat gewoon mm. nodig. Uh, ik denk in de huidige markt dat het allemaal wel meevalt. Maar zeker als de markt wat stroever loopt, uh, is dat wel een voorwaarde die erg prettig kan zijn. Dat je weet van hé. Hey, uh, ik, ik zit straks niet met uh, twee huizen waarvan er één onverkoopbaar is en ik ander, in de ander woon ik. Nee, dat, uh, dat, dat, dat komt voor inderdaad op het moment dat je in de markt zit waarin verkoop heel lastig is. Hè? Dus de afgelopen jaren hebben we dat natuurlijk niet echt meegemaakt. Het wordt nu wel weer belangrijker, denk ik, om dat soort voorwaarden op te nemen. Ja, ja. ja. Um, nou, en dus hè, over de, de hoogte van dat bot. Uh, ja, ik, ik heb nog een aantal tooltjes die ik erg fijn vind. Die nemen we ook op in de show notes van vandaag. Um, Walter Living, dat is een website, dat is een online makelaar, maar die geeft dus best wel veel informatie ook over de woning, um, maar ook de wijk daarin. Uh, wat zou de woning waarschijnlijk waard zijn? Um, dat, dat is allemaal gratis beschikbaar. En uh, als je hun inschakelt als aankoopmakelaar, dan krijg je nog veel meer rapporten en analyses. En dat is veel, uh, veel gestandardiseerd werk, maar kan dus erg prettig zijn. Uh, zij hebben ook een tool ontwikkeld voor in uh, Google Chrome Browser. Die heet Betrap de Makelaar. En als je dan in Funda aan het zoeken bent op een huis en je klikt een huis aan, dan, uh, dan kan het zijn dat die extensie oplicht van hé, hey, dit huis hebben we al eerder op Funda gezien. En dan zie je dus uh, alle eerdere vraagprijzen voor dat huis. als die al in de afgelopen, mm. ik geloof, zes jaar op Funda heeft gestaan. Mm -hmm. um, en ook alle WOZ-waardes en, uh, en dat soort dingen. Dus dat, dat kan erg prettig zijn dat je al ziet van hé, hey, dit huis was eerst vijf uh, ton en is nu nog 4,5. Uh, ze hebben dus moeite met het verkopen. Ze hebben het te duur erin gezet of uh, niemand wil het of uh, er is wat mee. Of hij komt nog een keer ja. online, dat zou ook kunnen. Dus uh, dat, dat geeft jou gewoon wat meer inzicht uh, daarin. En daar kan je je bot dus ook op aanpassen. Nou, ja, cool. Hebben jullie dat ook uh, zodanig gebruikt? Uh, nou, het, het is vooral heel interessant om te zien. Uh, en, het, het helpt je wel bij een makelaar. We hebben geen aankoopmakelaar uh, in de hand genomen. Mm -hmm. Dus daarmee, door die kennis, sta je wel sterker in je schoenen. Van, hé, hey, ik heb gezien ja, ja. dat dit huis al eerder online heeft gestaan. Wat is de reden dat het opnieuw te koop kwam? En uh, dat soort dingen. Nou, een oh, ja. keer is dat dus gebeurd dat de, de kopende partij de financiering niet rondkreeg. Hè, dat, uh... ja, 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 Nou, Op het moment dat je dus dat bot hebt gedaan, dan, uh, dan is het wachten. En dat is echt killing. <laughs> Echt. Irritant, ik, ik, nou, verschrikkelijk. En um, dan kan het gebeuren dat er meerdere partijen zijn die, uh, die geïnteresseerd zijn. Ja. En dan kan een makelaar zeggen, want een makelaar, de, de verkopende makelaar wil een zo hoog mogelijke prijs voor de verkopers. Zo simpel is mm. het eigenlijk. Of een zo gunstig mogelijk uh, verkoop. Dus die, die, als er meerdere partijen zijn, dan gebeurt het vaker van, hey, er zijn er zoveel partijen. Je moet een finaal bod doen. Dus hè, dat, voor dat bedrag ja. weer kopen. Dus dat hebben we ook een keer uh, gehad. Van, nou, voor, de, voor dat nu. Dus ja, toen waren er nog vier anderen, geloof ik. Ja, oh, dat joh. is echt verschrikkelijk. En dan uh, krijg je te horen dat je nummer twee bent. Ja, nou. Dat, dat is niet leuk. Nee. Um, weet in ieder geval dat die makelaar dus niet het beste met jou voor heeft. Een aankoopmakelaar wel, een verkopende makelaar niet per se. Mm -hmm. uh, die wil het gewoon graag verkopen. En ja, een, een bot kan dus geweigerd worden. Van nee, hey, dat uh, gaan we niet doen. Het is te laag. Um, en dat kan dus ook zijn, uh, hè, wat jij dus had, de, de voorwaarden die zijn niet goed genoeg of uh, te ongunstig voor de verkopende partij. Um, mm -hmm. Maar het kan ook zijn van hé, hey, dit bot is wel te laag, maar je krijgt een tegenbod. En dan ga je dus echt een onderhandeling in. Uh, wat dan belangrijk is, is dat, uh, of uh, goed om te weten, is dat ze ondertussen gewoon nog andere bezichtigingen mogen doen. En ze mogen ook met anderen onderhandelen en je ah. hebt nog helemaal niks. Mm -hmm. um, je hebt een pas, op het, en, en zelfs als je een overeenkomst hebt, dan, het is niet gebruikelijk, maar uh, zelfs dan kan de verkopende partij nog een ander bod accepteren. Uh, ah, als dat hoger okay. is. En dan is het nog steeds niet voor jou dus nou, eh, wij hebben nu een geaccepteerd bod, maar ik kan niet wachten tot mijn handtekening staat. Want pas dan kan de verkopende partij er niet onderuit of ja. dan treedt zo'n boeteclausule inderdaad in werking. Ja, uh, het is niet netjes, hè, een verkopende makelaar, dat, dat zie je ook overal op de NVM, websites en zo. Uh, de, de verkopende makelaar zou ook niet adviseren om voor een, ho een hoger bod te gaan op het moment dat er een, uh, al een overeenkomst met een andere kopende partij is. Maar het kan, het mag. Ja. ja. Um, dus uh, ja, wij gaan binnenkort tekenen. En vanaf het moment van tekenen. dan gaat de wettelijke bedenktijd in van drie dagen. Dus de eerste drie dagen kan je er sowieso nog onderuit. no matter what. Uh, okay. Wordt ook niet gewaardeerd, geloof ik. Maar het kan. Ja, even zeggen, waarom niet? Ja, als je nog heel veel stress ervan krijgt of zo. dan is het zeker een reden om, er, uh, om het niet te doen. Ja. Um, ja. Nou, dan gaan ook de ontbindende voorwaarden in. Die staan ook in het koopcontract. Dus uh, he, de, de, he, de voorwaarden van financiering, de voorwaarden van ja. bouwkundige keuring. De, de, he, dat soort zaken. Ja. Maar ja, dan gaat wel de, de fun part beginnen. Maar goed, daar, daar ben ik dus nog niet. Um, maar dat, zo gaat het het proces van het kopen van een huis. Dus pas op het moment dat jij je krabbel hebt gezet, pas dan is het echt, echt. Uh, dat is het tot echt, die... Ja. Ja, en tot die tijd zijn er nog allemaal escapes voor allebei de partijen om, uh, om eronder uit te gaan. Oké. Okay. Nou, spannende tijd dan. Spannende tijd. Maar goed, uh, voor ons is de. Uh, We hebben een akkoord op ons bod. Dus voor ons is de. De echte zenuwen zijn uh, voorbij. Want dat is echt een week wachten. En de makelaar belde maar niet. En, nou, dat soort dingen. Uh. Heb jij nog uh, dingen die je uh, graag wil noemen? We zijn ondertussen alweer uh, uh, bijna 40 minuten aan het praten hierover, maar heb jij nog dingen waarvan je zegt van nou, dit, uh, dit uh, ben ik tegengekomen bij, mijn, bij de aankoop van mijn huis toen? Mm, ja, wat mij heel erg is opgevallen is dat uh, het prijsniveau uh, regionaal heel erg kan verschillen, maar ook binnen de regio. Kijk, het is logisch dat je in Amsterdam meer voor een woning betaalt dan in uh, Drenthe. Oké, okay, daar kan ik je vinden. Hè. Dat heeft sowieso met stad, platteland te maken. Met uh, in het westen of in het oosten van het land. In het westen ja. is, gewoon, er is gewoon meer te doen. Hè. Meer werkgelegenheid enzovoorts. Dus het is logisch dat daar uh, meer vraag naar woningen is. Dat de prijzen hoger zijn. Um, maar ja, ik hoor wel eens mensen die zeggen: Ik wil per se in Amsterdam blijven wonen. Of ik wil per se in uh, Utrecht of in Den Haag blijven wonen. En ik vind: Ja, dat zijn wel steden die heel duur zijn. En in onze ervaring is het de moeite waard geweest. Om ook even 20 minuten buiten de stad te kijken. Oh. En uiteindelijk, uiteindelijk wat is nou 20 minuten? Dat, dat, dat viel, viel mij alles mee. En ja. die 20 minuten, die hebben even voor de beeldvorming. Uh, het is niet zo heel relevant wat we voor het huis betaald hebben. Maar het scheelde meer dan de helft met een vergelijkbare woning. Yeah. Als in, het scheelde meer dan de helft. Deze woning was minder dan de helft van dezelfde woning in de stad. Ja. Ja, hè, dus stel, die woning was stel het was in de stad uh, 8 ton geweest, dan was het uh, waar wij nu gekeken hebben, 3,5. Zeg maar, ja, Dat is echt een mega groot verschil. Dat was in ieder geval in, uh, nou, het eind 2020, dus zo. Uh, ik weet niet hoe het nu is, maar ook nu nog. Ja, de, de verschillen zijn gigantisch. En dan heb je dus niet over de verschillen tussen Amsterdam en Drenthe, maar over de verschillen tussen. Ik ga even 20 minuten buiten het centrum kijken. Ja, nou, hier merk je al de, de, de ene kant van de stad en de andere kant van de stad. Daar kan al procenten tussen zitten. ja. En dat ja, is dat, dat sowieso. De, he, dus de, de, de ene wijk of de andere wijk inderdaad, ja. ja. Maar, um, maar de grote stap zit hem echt in, inderdaad van... ik ga niet, uh, niet meer echt in, in, in de stad wonen, maar gewoon in een van die dorpen eromheen. Dat, uh, dat, dat viel me heel erg mee. Hoe, uh, als in, de prijzen vielen me heel erg mee buiten de stad. Ik ja. had verwacht dat het verschil niet zo groot zou zijn. Ja, dat was het dus wel. Oké, okay, ja. Nou, wat, wat ik graag ook nog toe wil voegen is... Uh, sinds 1 januari 2023... Um, in ieder geval alle NVM-makelaars, maar hè, via dat Move-platform krijg je dus nu ook inzicht in het Biedlogboek. Oh ja. Dat wil zeggen, uh, hè, als, uh, als je een bieding doet, komt dat in het Biedlogboek. Dus alle biedingen komen daarin te staan. En uh, het is dus altijd van, ja, waarvoor is, het, waarvoor is die woning nou weggegaan, zolang er voorbehoud van financiering op, uh, op de woning nog zit? Of hè, een voorbehoud, zijn makelaars ook niet zo happig om. Ja, te laten weten voor welk bedrag die woning nou is verkocht. Maar als ja. je in het geval van ons uh, geen aankoopmakelaar hebt, is dat vaak wel informatie die je wil weten. Nou, en ja, sinds je, je 1 januari. Dat sowieso, ja. ja. En sinds 1 januari is dat dus openbaar. Dus zodra uh, de woning op verkocht verkocht staat, dus ze kunnen er niet meer ja. onderuit, er is geen voorbehoud meer of wat dan ook, dan komt het, het logboek online voor degene die er een bieding op hebben gedaan. Dus okay. je moet er wel op geboden hebben. Maar het is dus wel uh, heel fijn om te zien van, oh, hè, dat, dat huis waar, er, waar we nummer twee zijn geworden, waar er nog vier anderen waren, ja, die zijn dus uh, uh, voor 10.000 euro meer hebben zij die woning gekocht. Maar oh, ook, ja. hè, wij hadden een voorbouw van financiering, dat hadden zij niet. Uh, ja. Al dat soort dingen, dat, die tellen echt wel mee. Dus... Ja, en dat geeft je heel veel inzicht in, in hoe je zelf moet gaan bieden om zo'n woning te kunnen krijgen. Ja, ja. dus uh, hè, dat vond ik nogal in, uh, een, een toevoeging. En ik ben natuurlijk ook gewoon heel benieuwd, uh, beste luisteraar, welke ervaringen heb jij? Want uh, dit is een ervaring. Uh, ik geloof dat er uh, duizenden woningen per, per dag, geloof ik zo ongeveer, online komen, ja. uh, verkocht worden en, en noem maar op. Dat zijn er nogal wat, dus ik, ik hoop dat er nog meer ervaringen zijn en misschien wel hele andere of uh, hè, beamende. Laat ze even weten. Zet ze even in de, in de show notes een, een reactie erbij. De show notes vind je in de, gewoon op de website bij ons, onder, onder het shownummer. Ik ben gewoon heel benieuwd van, hé, hey, uh, ik heb nog deze ervaring. Of uh, als je een huis gaat kopen, zou ik dit of dat doen? Uh, zo kan je bijvoorbeeld een aankoopmakelaar nemen. Uh, kost wat, maar dan heb je dus alle inzichten die wij dus zelf hebben moeten, moeten uitzoeken. Die heb je eigenlijk, want die koop je met die kennis. Ja. Uh, kan heel fijn zijn. En zeker in een markt waar het echt idioot is, zoals uh, anderhalf jaar geleden... kan een aankoopmakelaar heel veel waarde toevoegen. Uh, maar goed, dit wordt het tweede huis wat ik koop zonder aankoopmakelaar. Dus het kan ook zonder. Nou, ja. dat, dat zijn gewoon uh, voorkeuren die je hebt. Ga je het zelf doen? Ga je het laten doen? Uh, ik ben dus ook vooral benieuwd naar jullie ervaringen. Ja, en laat dat weten in de, in de show notes... Uh, in de YouTube comments... of via een berichtje op goedmetgeldpodcast.nl... slash contact. En die laatste is met name als je... Ja, gewoon een berichtje naar ons wil sturen dat niet de hele wereld mee kan lezen. Uh, als je een berichtje onder de show notes achterlaat of in de YouTube comments, dan, uh, dan kan iedereen dat natuurlijk zien. Ja, dat kan ook handig zijn als je een tip hebt, dan, uh, dan moet je dat vooral wel openbaar doen. Ja, eh, ik ga vast een tipje van de sluier doen. Uh, wij zijn ooit een keer begonnen met een serie over een huis kopen. Ja. Uh, dit is daar in aflevering 3, want in aflevering 185 zijn we uh, naar een hypotheekadviseur gegaan. In aflevering 195 hebben we een gesprek met Tony gehad. Over hè, de, de, het hebben van meerdere panden, het verhuren ervan, maar ook de hypotheekaanvragen daaromheen. Nou, dit was de aflevering over het kopen van een huis. Nou was, ik kan je vertellen, ik moet nog financiering regelen, ik moet dit appartement nog verkopen en ik moet nog verhuizen en misschien nog wel een likje verf uh, doen. Uh, er Genoeg komen dus nog meer afleveringen in deze serie. Helemaal goed. En uh, nou ja, voor nu in elk geval, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.